Dat ik zo ver gekomen ben, had ik natuurlijk nooit verwacht. Dus ik ga echt voor de winst. Ik heb al bijna 50 mensen weggespeeld, dus die paar extra BN'ers moet ook wel lukken. Let's go. Dat ik nu sta, hier in de finale, heb ik nooit durven dromen. En nu neem ik natuurlijk die beker mee naar huis. Ik ben zo ver gekomen en nu moet ik het natuurlijk ook gewoon afmaken. Wat een rollercoaster. En nu ik die beker gezien heb, gaat die zeker mee naar huis. Als sportcoach heb ik een winnaarsmentaliteit. Ik heb het jullie laten zien, die beker gaat met mij mee naar huis. De grote finale. Ik had niet verwacht dat ik er zou zijn, maar nu ik er ben, is het afgelopen met iedereen. Normaal ben ik meer van het bescheidenheid zie het de mens principe, maar vandaag ga ik jullie slopen! Het is tijd voor de finale van de Alleskunner VIPs. Beste VIPs, jullie zijn nog maar met 8, maar niet voor lang meer. Zometeen blaast zich voor jullie ogen een grote ballon op. Aan jullie de taak om te gaan staan zo kort mogelijk voordat de ballon knapt. Stond je als eerste, dan moet je vertrekken. Behalve als een van je medekandidaten is blijven zitten tot na de knal. Dan ben je toch door. Je wil natuurlijk niet dat als ik opsta, dat je dat hoort. Want dan weten ze, oh, daar is in ieder geval één gaan staan, kan ik gaan staan. Dus ik moet het helemaal zonder, ik moet echt op mijn sluipschoenen niks, geen geluid maken. Finalisten, wie van jullie valt als eerste in deze finale af? Veel succes! Geschrokken, kandidaten. Jullie weten natuurlijk niet van elkaar wie wanneer ging staan. Nicky, jij stond als eerste. Maar 5 VIPs zitten nog, dus dat betekent dat je door bent naar de volgende ronde. Hetzelfde geldt voor Jessica en Joël. Ben ik door? Wij zijn door. Ja? Tikkie gehad, maar nog niet verslagen. Ik baal echt. Hier kan je gewoon echt geen touw aan vastknopen. Niet heel chill om hier te zitten. En achteraf had je gewoon beter kansbreking kunnen doen dat iemand zou blijven zitten en gewoon de eerste seconde op kunnen gaan staan. Dan heb je in ieder geval een knallend afscheid. Als je nu in je eentje overblijft. Finalisten, daar gaan we weer. Natasja, Thomas, Anthony, Sander en Pim. Eén van jullie moet de finale zo meteen alweer verlaten. Zijn jullie klaar? Thomas, jij stond als laatste op.
net voor de knal. En dus is iedereen gaan staan. De VIP die als eerste stond en dus afvalt, is Anthony. Oh. Nee. Echt waar? Echt ik dacht, waar? Ik ging zo snel staan. Meen je dat nou? Ik ging zo snel staan. Oh, beer. Ja, weet je, ik ging staan en ik zag hoe lang hij nog doorging. En ik had helemaal in mijn hoofd van die ballon die hiervoor afging. Ik dacht van, iedereen gaat sowieso staan. Dus het is jammer, maar het is niet anders. My god, echt niet te geloven. Ik bedoel, we willen gewoon eerst te worden, maar met een opgeheven hoofd gaan we zo meteen die kant op. En gaan we er door. Ja. Oh, jongens! Oh. Anthony. Een boom van een vent kan er natuurlijk alleen met een knaller uit. Nou, dat is gelukt. Het gaat je goed. Bye bye. Beste VIP's, jullie zijn nog met 7. We gaan een potje biljart spelen, maar dan net even anders. Speel de bal via de rand van de tafel in het doel. Lukt dit jou niet, dan weet je wat je te wachten staat. Een directe exit naar huis. Succes! Zit er hier een biljartexpert tussen? Helemaal niet. Nee, ik ook niet. Maar mijn opa was kampioen hierin. Misschien zit het wel in je genen. Waarschijnlijk dorpskampioen. En het was een aangetrouwde opa trouwens. De vriend van mijn oma. Aangetrouwde opa. Zit zeker niet in mijn genen. En heb je dit gezien? Dit is natuurlijk ook wel een heel fijn dingetje. Dus als je een beetje... Dan gaat hij weer terug. Ja. Ik heb thuis altijd gezegd, Sander is dé alleskunner. En nou blijk ik er zelf toch ook een te zijn. Natasja, jij mag als eerste starten. Pim, jouw beurt. Sander, ga je gang. Zo, ditje. Dat is nog helemaal niet zo makkelijk. Thomas, jij mag. Kijk. Wat ben je in vredesnaam allemaal aan het doen? Ah, held. Oh, wat goed. Leg dat ding daar neer. Wat goed dit voor jou. Het ziet er wel professioneel uit. Wat de hel is dit nou weer? Jessica, eens kijken of jij het beter kan dan Thomas. Dat lijkt me niet heel moeilijk. Ik ben natuurlijk wel heel blij. We zijn weer één stapje verder. Nee, ben je niet. Kut. Weer. Gedaan, kerel. Het leed werken. Yes! Nicky, jij bent door. Alleen Sander en Natasja zitten nu in de gevarenzone. Ik heb eigenlijk heel eerlijk gezegd 0 zenuwen. Ja? Nou, ik heb wel wat zenuwen. Ja? Ja. Jouw bal zit in het bakje. Als Sander nu mist, ben jij door. Oh. Nee!
Nee! Holy mac. Ik had vanaf dag één al in de gaten dat ik dacht, hij gaat gewoon alles kunnen worden. Ja, hoe kom ik hier nou mee thuis, hè? Dat mensen zeggen, ja, die Sanne, die kan heel veel. En ja, dus, ik kan dus niet alles. Dat is duidelijk. En ja, balen is een understatement. Ik vind het echt niet leuk. Beste Sander, de titel Alleskunner was op je lijf geschreven. Maar je krijgt niet altijd wat je wil. Vaarwel. Woe! Die kant op. Beste Vips, jullie zijn nog met 6. Het is tijd om kleur te bekennen. Want jullie gaan een quiz spelen en het antwoord is groen, geel, blauw of rood. Alleen moet je het antwoord geven door met een paintballgeweer de juiste kleur te raken. Je kunt dus wel het goede antwoord weten, maar als je misschiet, kan het je alsnog de kop kosten. Als ik ga paintballen, dan ben ik meer het type dat gewoon in het wilde weg aan het maaien is. Dus ik heb nog nooit echt heel erg goed gericht. Maar veel belangrijker nog bij deze opdracht is, wat voor vragen zijn het? Kandidaten, jullie krijgen van mij 5 vragen. Klaar voor de eerste? Welke kleur heeft de buitenste baan van een regenboog? Weet je het? Je moet schieten op de kleur van jouw antwoord zodra je het startsein hoort. Fuck. Erboven. Ik mik echt op de vloer en dan landt hij nog te boven. Jullie hebben allemaal geschoten. De een beter dan de ander, maar er is er maar één die het goed heeft. Het antwoord is rood. Nou, vooruit Pim, dat telt. Je hebt een punt, als enige. We gaan gelijk door naar de tweede vraag. Welke kleur had een briefje van 50 gulden? Fucking miss. Jullie antwoorden zijn voorbijgeschoten. En weer heeft 1 kandidaat het juist. Het antwoord is geel. Dus Jessica, jij hebt het goed. De volgende vraag. Welke kleur heeft de letter L in het logo van Google? In het wat? De letter L in het Google-logo. Even opletten, Nicky. Totale gok. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Jij wel? Geen idee. Ik ben al blij dat hij wel komt waar ik hem wil hebben. Jammer dat je dat antwoord niet even mag googlen. Het goede antwoord is groen. Dat betekent dat Jessica en Natasha het goed hebben. Jessica 2, Pim 1, Natasha 1. De volgende vraag. Wat is de meest gebruikte kleur in landenvlaggen? Iedereen denkt rood op Nicky na. Oh, dat was niet wat bedoelde. Maar rood is wel het goede antwoord. Hij landde op groen, maar ik had mikt op blauw. Nog 1 vraag. Nicky, alleen als jij nu de goede kleur raakt en Thomas en Joël niet scoren, dan lig je niet uit het spel. Je hebt nog een kleine kans. De vraag luidt, welke kleur heeft een vrijstelling in Wie is de Mol? Kleur gekozen in 3, 2, 1... Nicky heeft het juiste antwoord. En ook Joël. En Thomas hebben het goed. Dat betekent dat Nicky de afvaller is van dit spel. Het
tranen van geluk, want ik ben heel trots, maar ook jammer. Ja, ik had toch wel ergens al gedacht van, nou, wie weet win ik wel. Maar ja, ik ben fucking trots, dus daar hoort een traantje bij. Nicky, je deed je titel Miss Eraan, want je wist het doel bar weinig te raken. Ga snel terug naar je geliefde Brabant. Houdoe! Alle mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Beste kandidaten, jullie zijn nog maar met 5, maar niet voor lang meer. Als VIP kun je gewoon plaatsnemen in een limousine en uitstappen op de plek van bestemming. Maar vandaag zul je dit 11 meter lange voertuig zelf moeten zien in te parkeren. Doe dit zo snel mogelijk, want degene met de langzaamste tijd kan gelijk doorrijden naar huis. Let op, ieder blikje dat je omrijdt levert je 5 strafseconden op. Ik woon in Den Haag en daar hebben we hele kleine parkeerplekjes. En dan aan die kant auto's en aan die kant auto's, dus dat is soms best spannend. Die muur daar die bestaat uit sowieso 150 blikken van 5 seconden. 150 keer 5 is 750 gedeeld door 60. Dat is, die hele muur is sowieso 10 minuten aan strafpunten, dus je kunt beter je tijd nemen. Ik zit jou hier te helpen, maar je bent mijn vriend. Denk eraan, als je met 4 wielen in het vak staat, ben je door. Ze draait gelijk in. Als je het iets dichterbij... Nou, het is te laat hoor. Veel te laat. Ze moet nog veel verder steken. Jouw tijd is 2 minuten en 3 seconden. Ik heb niets omgegooid en hij staat. Pim, nu is het jouw beurt. Hij gaat hem gewoon in één keer proberen. Oh, hij gaat hem omgooien. Oh, nee. Ah, shit, man. Ellende. Ik vergat die camera te gebruiken, jongens. Ja, je hebt wel een paar blikjes geraakt ook. Ik vind het wel feest voor je, maar ik voel me ook wel een beetje veilig. Ja, maar nee, je bent sowieso veilig, maar ik heb puur gewoon op die spiegels gereden. Pim, jouw tijd is 2 minuten en 36 seconden. Maar je hebt maar liefst 40 blikken geraakt. Doe die 40 keer 5, dan kom je uit op 3 minuten en 20 seconden aan strafsecondes. Dat maakt jouw tijd 5 minuten 56. Natasja, het is jouw beurt om deze bolide in zijn parkeervak te krijgen. Ze gaat ook meteen. Ja, lekker, Natas. Ze zit er nog niet in. Nee, ze zit er nog niet in. Ja, dat is wel goed hoor, in principe. Dit is hem, dit is hem. Ja, dit is hem. Ja, lekker wijf! Yes! Het is nu aan Joël. Je moet onder de tijd van Pim komen. En die tijd is 5 minuten 56. Dat ga je nooit halen, dat wordt 100 keer steken.
Ja, dit is die Nusie, dit is niet er. Je maakt het wel spannend, zeg. Jeetje, Joël. Joël, dat duurde wel even. Jij deed er maar liefst 3:50 over. Gefeliciteerd, jongen. Dat maakt wel dat je veilig bent en dat Pim nog steeds laatste staat. Ja, het ligt in zijn handen. Vaste handen. Heel vast. En dan als laatste hebben we Thomas in de limo. Ik heb 5:56. Klopt helemaal. Zou toch moeten lukken, lijkt me. Kom aan, hè. Spannend lijkt wel. Ja, spannend. Kan dat? Mag eruit, toch? Als jij dat nodig hebt, mag dat zeker, Thomas. Rustig even kijken, Thomas. Rustig kijken, jongen. Oh my god. Maak je het even spannend. Ja, nu wordt het dan... Gast. Hoe lang duurt dit, jongens? Oh my god. En met zoveel strafsecondes lig je er sowieso uit. Dit is ongelooflijk. Oh, Benji. Ik zag het gewoon niet meer. Ja, ik had precies. En ik wist gewoon... Je had gemeten. Ja, maar ik zat over die tijd heen al. Nummer 5, hé, hoe goed. Ja. Nummer 5. Hou dat gevast, hè, dat is gedachte. Je bent een 5 meisje. Dat lukte gewoon niet. Oh, lievertje. Beste Thomas, niemand hier kan zeggen dat hij nog langzamer een limo kan inparkeren dan jij. Je hebt het dan wel ver geschopt, maar laat het besturen van een limo voortaan alsjeblieft aan een chauffeur over. Jij kan er snel gaan als je maar niet stilstaat. Dit kan de laatste zijn, dus moet je er wel vol van gaan. Beste Vips, jullie zijn nog maar met 4, maar niet voor lang meer. Het volgende spel is kinderlijk simpel. We gaan naar de kermis. Daar ligt in elke grijpautomaat 1 alleskunnerbeertje. Zorg dat je dat beertje pakt. Degene die dat niet lukt, loopt de top 3 op een berenhaar na mis. Dit is natuurlijk een jongensdroom weer. Hè? Het grijpertje op de kermis. Eindeloos geprobeerd vroeger. Bijna nooit wat gewonnen. Daar, helemaal daaronder, zie je een heel klein bruin stukje. Dat is het beertje dat ik moet gaan vangen. Dus het wordt wel een uitdaging. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, te gek, ja. Lekker achteruit. Gaan zo'n suikerspinnetje halen. En dan gaan we lekker bezig schrijven. Helemaal gezellig. Een dagje uit, jongens, met de limo. Helemaal gezellig. Zijn jullie klaar? En grijpen maar. Oh. Dat is niet handig. Dat is niet handig. Oké, let's go. Ja, ik heb er al wel wat uitgehaald, maar anders kan dat klepje dadelijk niet open als ik die beer heb. Dus dan moet ik dat alvast af en toe leeghalen. Oeh, dat was jammer. Kom op nou. Kom op. Hou vast in je klauwen. Vasthouden. Vasthouden, zeg ik. Wauw, je moet je konijn. Hand vast. Yes. Pokken konijn. Hé, hey, hallo. Hé, dat is wel gek. Wow. Jongens, 3 tegelijk. Dat is toch fijn. Hij komt in zicht, Lekker draaien. Pak hem maar goed vast. Ja, nou, ik had er een paar die ik dacht, die ga ik nooit te pakken krijgen. Ja, gewoon rustig blijven en zo vaak mogelijk proberen te grijpen, maar kijken hoe mis het gaat. Weer! Ja!
Joël en Pim, jullie zijn door. Yes, het gaat tussen ons. Ja, vreselijk. Natasha en Jessica, opschieten. Hey, kut, hij ligt nu helemaal. Ja, ik ook al twee keer. Oh, jee. Oh, mijn dat is een lekker. Dat is een lekker. Heel goed? Ja, dat kan hij nooit. Dat is het. Als ik ook. Ja, ik ben er. Ja! Ja. Ik ben eruit. Oh, Natas. Ja, niks aan te doen. Ik kreeg niks meer omhoog ook. No. Ik kreeg hem gewoon niet meer te pakken, dus nou ja, nee, zo'n warm... Oh, dat vind ik heel lief. Oh. Dat vind ik lief, dan ga ik huilen. Dat wel. Nou, ja. Ik was toch al jankend van het programma, geloof ik. Ja, ik heb denk ik bij iedereen die wegging, wel bijna bij iedereen een traan gelaten. Nou, dat is lief. Ja, dus ik heb al, wat is het, 51 keer lopen janken. Maar het maakt niet uit. Natasja, verder gekomen dan je broer Danny, maar Maxime heb je niet geëvenaard. Je vader kennende heeft hij vast een passend liedje geschreven. Er is geen mens die jou nu nog ziet staan. Jij bent uitgespeeld. Beste finalisten, jullie kunnen de overwinning al ruiken. Alleen moet je nog even je eigen champagneglas pakken. Dit doen jullie om en om. Tot er een glas valt, dan ben je af. Oh ja, je mag alleen een blauw glas pakken. De gevreesde champagnetoren, zo'n spelletje uit Nederlandse televisiehistorie. Ja, bloedstollend, zeker in deze fase van de wedstrijd. We zijn met z'n drieën. Dit is wel het moment dat je handen het meest trillen van de hele competitie. We hebben alle pubers millennials weggespeeld. Hun tijd komt nog wel. Maar ja, wij zitten nu in de bloei van ons leven. Als ik heel eerlijk mag zijn, denk ik dat de alleskunner nu voor je staat. Jessica die is eigenlijk bijna alle spellen fluitend doorgekomen. Pim heeft 1 of 2 keer in de gevarenzone gezeten. Ik veel vaker, dus als ik hun zou zijn, dan zou ik hopen dat... voor Jessica dat Pim afvalt en voor Pim hoop ik dat Jessica afvalt. Auw. In. If I tell you that I love you, forever you'll be mine. Ja, dit is echt verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, maar het is gewoon niet meer makkelijk. Ah. Jessica, je maakt het Pim wel weer heel makkelijk. Oh, die stond gewoon los, tuurlijk. Geluksvogel. Oh, vreselijk. En jij ook, Joël. Wauw. Gewoon niet grappig. Het is niet grappig. Oh. Wel grappig. Top.
Het begint nu serieus dun te worden. Sorry, heel even. Alsjeblieft, jongens. Graag gedaan. Oh ja, ik ook. Alsjeblieft, graag gedaan. Op je gezondheid. En die van jou, hè? Dat was een rondje van mij, hè? Wat aardig van je, Pim. Lang leven, Jessica. Ja. Niet meer, jongens. Er staan er nog zat, Pim. Wat een wedstrijd, toch? Of niet? Het ging niet meer. Het kon gewoon niet meer. Hey, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Ja, dit was er één te veel gewoon. Ik voelde hem nog loszitten, maar ik had niet het idee dat hij daarboven al zo helder. Dus ja, dit was gewoon echt de laatste die misschien nog had gekund, maar het was, ik trok te hard en het is over. Ik was in elk spel heel cool en ik vond ze ook allemaal superleuk. En ik vond dit zo stom. Hey. Ik ben zo blij dat ik geen glaasje meer hoef te pakken. Heel even in. Ik breek letterlijk en figuurlijk heel even in. Nou jongens, geweldig gedaan. De koek was op, de glazen waren wel zo'n beetje op, hoor. Ja, dat alleen ik trok wel ook wel iets te hard. En ik gun jullie dat heel erg en ik heb ervan genoten. Wat leuk dat we met z'n drietje zo ver zijn nou, gekomen. Nou echt, hè? Hoe stoer. We hebben er wel echt de titanenstrijd van gemaakt. Doen jullie het laatste etappetje? Ja. Ik ga even ergens een glaas champagne drinken. Nummer 3. Beste Pim, scherven brengen geluk, maar niet voor jou. Jij kunt helaas niet proosten op de overwinning. Bedankt en het ga je goed. Doei! Joël en Jessica, daar staan jullie dan. Gefeliciteerd met jullie finale plaats. Dankjewel. Dankjewel. Maar die bokaal kan maar met één van jullie naar huis. Om te bepalen met wie, gaan jullie een spel spelen dat uit 3 etappes bestaat. Allereerst worden jullie opgesloten in een kooi. De kooi is afgesloten met een cijferslot en de code is een combinatie van de maten van een aantal moersleutels buiten je bereik geplaatst. In en rondom de kooi vind je tools die je kunnen helpen de moeren te bereiken. Eenmaal vrij kom je aan bij een veld van 800 bekers die op zijn kop staan. Onder die bekers moet je 4 gouden ballen zien te vinden. Maar het is belangrijk dat je de bekers op hun plek laat staan. Je moet dus beker voor beker op zoek. Gewapend met 4 balletjes wacht een XXL-puzzel op je. Wie deze puzzel als eerste compleet heeft, mag zich de nieuwe alleskunner Vips noemen. Met recht. Gelukkig mogen jullie in deze gevangenis bezoek ontvangen. De afvallers van deze laatste aflevering. Geef de finalisten een daverend applaus. Heel gewillig ga ik de kooi in. Maar Jessica, die kooi kom je niet zomaar uit. Marshals, keten de gevangenen vast aan de kooi. Ik wil het ze niet te makkelijk maken. Met 55 mensen hier aan begint, dan is het tweede een hartstikke mooie plek. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet zou willen winnen. Ik zie het als een volledig gelijkwaardige strijd. Ik ga gewoon mijn best doen en het proberen te verslaan. Ik heb thuis natuurlijk 2 meisjes zitten. En als die kunnen zeggen op het schoolplein, mijn moeder is de alleskunner, dan is dat natuurlijk wel heel cool. Ik ga gewoon winnen. Joël en Jessica, een alleskunner laat zich niet ketenen. Laat maar zien hoe vindingrijk jullie zijn. Zijn jullie klaar?
tempo. Kom, Jess. Huppakee. Finalisten, jullie gaan gelijk op. Nu heel snel die moersleutels met de cijfercode grijpen. Ja, lekker, lekker, lekker! Jessica heeft alle drie de sleutels en daarmee alle cijfers van het slot te pakken. Niet vechten als je elkaar tegenkomt. Niet vechten. Ja. Lekker! En Joël staat nu voor. Vol blijven houden, kom op. Ja. Goed zo, Jessica. Het balletje gaat eindelijk rollen voor jou. Drie, goed zo, Jess. Kom op, Joël. Kom op, Joël. Lekker, lekker, lekker. Zo even goed nadenken, waar ben ik geweest, waar nog niet. Hou je mond! Kom op, volhouden. Nee joh, daar is hij al geweest. Hier zit, ja, maar kijk, hier liggen nog zeker nog twee. Oh. Oké. Okay. Kom op, we staan gelijk. De ene klote balletje. Kom op. Jessica, jij mag door naar het volgende onderdeel. Maar Joël, zit je op de hielen. Verder, verder, verder. Kijk. Eerlijk blijven spelen, Joël. 1-1. Gewoon door. Lekker, Jess. Alle tijd. Kom op, jongen. Oké, koppie erbij. Adem terug. Let's go. Lekker, Jess. Juist. Hij gaat goed. Afkijken. Kom op. Yes. Oké, dan. Afmaken. Kom op, pik hem op nou. Kom op. Yes. Jessica Mendels, jij bent de winnaar van de Alleskunner Vips seizoen 2. En de bokaal wordt uitgereikt door jouw voorganger, Maxime Vroger. Dankjewel. Ik weet hoe lekker het voelt. Ja. En je hebt echt dik verdiend. Dankjewel. Dankjewel. Ik heb thuis twee meisjes zitten en natuurlijk een man die ook denkt dat hij alles kan. Maar dan ga ik natuurlijk af en toe maar even inpeperen. Eerst zien, dan geloven en ik heb het al bewezen. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.